En welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik voor jullie mijn auto schoonmaken. Ik ga de binnenkant van de auto doen. Dat is echt heel erg nodig. En speciaal voor deze video heb ik een extra uitbreidingsset gekocht. Waarmee Dyson claimt dat je de auto heel goed kunt schoonmaken. Dus die ga ik vandaag ook voor jullie uittesten. Ik heb de auto de hele winter niet meer schoongemaakt van de binnenkant. Dus het is echt heel erg nodig. Laat me weten in de reacties wanneer jullie voor het laatst de auto hebben schoongemaakt. Laten we snel beginnen. De kit van de auto bestaat nog uit een extra borsteltje met van die stroevere haren. Een heel smal borsteltje. Een uitrekbare slang, zodat je beter in ruimtes komt. En nog deze aanschuifbare lange buis, waardoor je ook heel makkelijk in van die smalle richeltjes kunt komen. Verder gebruik ik nog een microvezeldoek, een glas microvezeldoek. Deze ruitenreiniger voor de auto van het merk Sonax. De Method glasreiniger en de Method allesreiniger. En daarnaast ook een Swiffer, omdat ik hiermee het stof heel makkelijk van het dashboard kan afhalen. I got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I see? Zoals jullie zien kan de auto echt met een schoonmaakbeurt gebruiken. Er ligt overal stof en stro achter in de auto dat er echt uitgezogen moet gaan worden. En daar liggen allemaal spullen in de auto die eigenlijk naar binnen moeten of in de vuilbak. Dus dat ga ik ook gelijk uitzoeken. Je ziet hier dan ook de before-beelden. En we beginnen met het uitzoeken van de spullen. Dus ik haal alles uit de auto wat erin ligt, zodat ik beter kan schoonmaken. En gelijk de dingen kan uitsorteren die niet meer in de auto hoeven. De Dyson stofzuiger kan in principe wel het stro opzuigen, alleen grote stukken die blijven nog wel eens in de buis of in de filter hangen. Maar ik vraag me dan ook af wie er überhaupt stro in zijn auto heeft liggen. Dit komt omdat mijn vriend duiven heeft en deze vaker met de auto doet vervoeren. Dus dan valt het stro uit de mandjes waar ze in zitten. Verder reinigt de Dyson echt prima. Ik heb tot nu toe nog niet de nieuwe opzetstukken geprobeerd, omdat dit echt het grove werk is, het stro eruit zuigen. Dus ik zal straks in de video de andere opzetstukken gebruiken. Voor de grote oppervlakken, zoals stoelen, gebruik ik de gemotoriseerde borstel van de Dyson. Die pakt namelijk haren en ander vuil, zoals stof, makkelijk op uit de bekleding van de auto. Maar voor kleine hoekjes is deze weer niet handig. Er is ook een kleinere gemotoriseerde borstel, die heb ik ook. Alleen vind ik die minder goed werken dan de grote borstel. Vooral voor dit soort dingen werkt de Dyson echt heel erg goed. Je krijgt er echt alles mee van de bekleding af, zonder dat het er nog in blijft hangen. Ik zal dadelijk ook laten zien bij een ander bord wat het verschil is. En het kost me niet heel veel moeite om het er zo af te krijgen. For your love can slow me down, don't go far. I take me and you over living large. Know I'll be there wherever you are. Cause you shine bright like you shine bright.
frame, stuck in the muddle, but it's okay. Gebruik nu het harde borsteltje om alles los te maken van de bekleding. Ik heb gemerkt dat dit echt goed werkt, omdat het wat hardere haren zijn en het vuil echt losmaakt. Het opzuigen daarvan, dat werkt met dit borsteltje wat minder. Het werkt wel, maar ja, je moet het vaak naar één plaats doen, zodat ik het dan nog met de gemotoriseerde borstel bijvoorbeeld kan opzuigen. Het kan ook liggen aan de soort bekleding die onze auto heeft, want ja, ik vind dat persoonlijk dat daar echt alles in blijft hangen. Ik vind dat niet heel fijn. Maar het werkt in ieder geval al beter dan de borstels die ik eerst had. En een vloer van een auto hoeft voor mij ook niet perfect te zijn. De eerstvolgende keer dat iemand instapt, neemt hij toch wel vuil mee naar binnen. Dus ik zorg er wel voor dat het grootste gedeelte opgeruimd is. Maar ja, als het niet helemaal perfect is, vind ik dat niet erg. De smalle borstel die is wel ideaal om overal tussen van die kleine hoekjes te komen. Dus daar ben ik echt heel blij mee uit die set. Sorry overigens als het beeld wat meer schokkerig is, maar ik heb dus met één hand vaak de camera vast en met de andere doe ik het opruimen en stofzuigen. Ik had op dit moment even niemand die me kon helpen met het filmen, maar ik wilde deze video heel graag voor jullie opnemen, dus ik hoop dat het niet te veel afleidt. Het borsteltje met de harde haren werkt overigens goed in combinatie met die uitrekbare slang. Hierdoor kom ik echt overal goed bij en kan ik ook wat meer kracht zetten met het borsteltje. This feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Cause you are only a shot away from me.
reinigingsset van Dyson speciaal voor de auto vind ik wel een aanvulling, maar het is wel echt een luxe dingetje. De set is namelijk €55 en dat vind ik wel veel voor 4 borstels. Maar je kunt natuurlijk ook die dingen binnen gebruiken, zoals die smalle buis kan bijvoorbeeld ook voor de verwarming handig zijn. En die uitrekbare buis, dat is binnen ook handig voor plekken waar je lastig op bij komt. Wel heeft het zeker een meerwaarde met het poetsen van de auto, omdat je echt merkt dat er over nagedacht is dat er in een auto kleine ruimtes zijn waar je lastiger bij kunt. Ik ga altijd eerst met de Swiffer over het dashboard. Dit zorgt er namelijk voor dat het meeste stof al verwijderd is, voordat ik er nog met een doekje en schoonmaakmiddel overheen ga. Ik spray de ruiten in met een bepaalde autoruitenreiniger. Deze ontvet namelijk extra goed. Want dat is vaak die waas wat je ziet in het zonlicht. Een tip is ook om dit niet te doen als de auto in de volle zon staat, want dan krijg je juist echt die strepen. Dit doe ik bij alle binnenruiten van de auto en ik neem dan ook gelijk de buitenkant daarna mee. Ik poets vandaag verder niet de buitenkant, maar als ik de ramen schoon heb, dan is het toch een stuk veiliger in het verkeer en dan kan ik ook zien of de binnenkant goed schoongemaakt is. Het dashboard neem ik af met gewoon de Mee tot Alles reiniger en een microvezeldoek, zodat die ook weer helemaal mooi schoon is. I'm just gonna catch you. Yeah.
when I'm out, so try. Mocht je huisdieren hebben, dan werkt het ook goed om met een kledingborstel of lintroller nog over de bekleding te gaan. Daarnaast wil ik jullie nog even laten zien hoe de Dyson de automatten schoonmaakt. Zelf heb ik vanaf vandaag gekozen voor rubberen automatten, omdat er toch ook veel vuil binnenkomt en we nemen toch altijd kattenharen van binnen mee naar de auto. Deze zijn namelijk veel makkelijker nog te reinigen. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Een tip voor de bekerhouders is om daar iets van een cupcake vormpje in te doen. Ik heb zo'n siliconen die je kunt uitwassen. En dit voorkomt dat er spullen onderin blijven hangen en dat je het moeilijker schoon krijgt. Als ze echt heel vies zijn, gewoon in de vaatwasser zetten en vervolgens weer terug erin. Ik heb ook altijd een lintroller in mijn auto liggen. Je kunt het gebruiken voor de autobekleding zoals je ziet. Maar ook als ik ergens uitstap en denk, shit, mijn kleding zit nog helemaal vol met kattenhaar. Dan kan ik gelijk even die roller pakken en rollen. En in de kofferbak staat nog een pakketje dat ik retour moet sturen. En dan is mijn auto weer helemaal schoon. Ik hoop dat jullie extra motivatie hebben gekregen door deze video om zelf aan de slag te gaan. Wanneer jullie overigens tips hebben om vlekken uit de bekleding van de auto te krijgen, laat ze vooral die achter in de reacties, want dat is echt wel een dingetje nog bij onze auto. Abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En verder wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot mijn volgende video. Fijn paasweekend! I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feeling